Als familieleraar heeft u zich met veel doorzettingsvermogen ingezet voor alle 14 adressen in Arnhem waar de stolpersteinen gelegd willen worden. Dat heeft veel van u gevraagd. Daarvoor wil ik u bedanken. Ik wil ook graag iets zeggen voor de huidige bewoners. Ik vind het mooi dat u de stolpersteinen voor uw stoep verwelkomt. Ik zie het als een geschenk van u en ik begrijp de betekenis ervan. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telden, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Elisabeth Nathans van Duren, geboren in Amsterdam op 7 september 1887. Mei 1940 woonde Elisabeth met haar man, dochter en drie zonen aan de Nieuwstad 22 in Arnhem. Haar man, Marcus Nathans, overleed op 22 april 1942 in Arnhem. Dochter en drie zonen overleefden de Tweede Wereldoorlog. Elisabeth Nathans van Duren overlijdt op 22 oktober 1942 in Auschwitz. Zij bereikte de leeftijd van 55 jaar. Dat lied is nummer 4 in de Ivrietversie en daarom zal als nummer 3, dus zo meteen, iemand Orly Nathans, dochter van, oudste dochter van Lex Nathans, de Nederlandse versie aan u voorlezen. En dan zal ook nog de biografie van Zelda voorgelezen worden. Dat ga ik zo meteen doen. Als we dat lied gehad hebben, gaat Max iets zeggen? Daarna is Margot Klein bereid om iets aan ons te zeggen. Zij is de schrijfster van het boek De Stille Stad. En ik neem aan dat uit haar woorden wel zal blijken hoezeer ze betrokken is met wat hier allemaal is gebeurd in Arnhem. Dan volgt Lex Nathans die wat zal zeggen. En er worden bloemen gelegd. Kaars ontstoken of kaarsen en uiteraard het steentje wordt gelegd. Dat is waar alles om begonnen is. Nou kijk ik of ik in mijn zakje tevoorschijn kan toveren wie Zelda was. Want Zelda dat was de dichteres van dat gedicht waar dat lied op gemaakt is. Zij leefde van 1916 tot 1984. Haar volledige naam, ze wordt dus altijd bij haar voornaam genoemd, wat al iets zegt over haar beroemdheid. Haar volledige naam was Zelda Mishkovska. Ze is geboren in een Hasidische familie in de Oekraïne en ging met haar ouders in 1926 naar Palestina. Ieder mens heeft een naam gekregen van God, van zijn vader en moeder. Ieder mens heeft een naam naar zijn gestalte en zijn lach en naar zijn kleding. Ieder mens heeft een naam gekregen van de bergen en van zijn muren. Ieder mens heeft een naam gekregen van de sterren en van zijn buren. Ieder mens heeft een naam naar zijn zonden en zijn verlangens. Ieder mens heeft een naam gekregen van zijn haters en van zijn liefde. Ieder mens heeft een naam naar zijn feestdagen en naar zijn werk. Ieder mens heeft een naam naar de jaargetijden en naar zijn blindheid. לכל איש ישן
Beste mensen, normaal gesproken, als men komt te overlijden, komt er op het begraafplaats een grafsteen die ons blijft herinneren aan de overledenen. De families, familieleden die hier aan denken, Wolf Nathan ernaast en Johanna Nathan Smeijer, de ouders van Louis, Louis noemen we hem. Nathan woonde er in. En Elisabeth Nathans van Duren, de moeder van Simon, Bram, Nico en Nanny Nathans, woonde op nummer 22, wat vroeger was de slagerij de Witte Gevel, kregen geen graf en hun namen zijn door velen vergeten, jammer genoeg. Op dit moment, na 75 jaar, ik hoor voor. Op dit moment, na 75 jaar, krijgen ze hun naam terug. Vandaag zijn de zoon van Wolf en Johanna, Loet, met zijn familie hier, evenals alle kleinkinderen en 8 van de 10 achterkleine kinderen van Elisabeth, Beth, dat is ons, wij dus. Het plaatsen van 29 steentjes in Arnhem is de eerste stap om meer dan 1100 vermoorde Joden uit deze stad hun naam weer terug te geven. Alleen in dit kleine rotstraatje, dat had ik niet geschreven, een paar honderd meter lang, zijn 8 families, oftewel 19 personen, uit hun huis gehaald en op transport gestuurd om nooit meer terug te komen. Onder hen was Jacob Nathans en zijn vrouw Hendrika, was de zwager en schoonzuster van Elisabeth hier en zij woonde op Nieuwstad 24. Op nummer 37 van dezelfde straat hier woonde Marianne van Duren, ook vermoord. Zij was de moeder van Elisabeth, onze stamvader van de Nathansen. We kwamen ongeveer in 1760 hier naar Arnhem, hebben hier meer dan 200 jaar gewoond en talloze van die Nathans-families zijn in Arnhem blijven wonen min of meer de hele tijd totdat de laatste Joodse Nathans in 1988 uit Arnhem is weggetrokken. Er waren ook een heleboel
gedeeltelijk niet-Joodse families die in Arnhem woonden en zelfs nog wonen op het ogenblik. 12 van de familie Natans, samen met hun kinderen en de hele families, die stierven in de kampen. Mogen zij alle terugkomen uit de vergetelheid en hun herinnering worden gezegend. Yehi zichram baruch. Amen. 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 Max Natans, die ik helemaal niet kende, maar hij heeft me gevraagd om wat te zeggen hier. En dat, hij heeft me dat natuurlijk gevraagd omdat ik een tijd een boek geschreven heb, De Stille Slag, over Joodse Arnhemmers tussen 33 en 45. Waarom heb ik dat boek geschreven? In de eerste plaats was ik altijd helemaal verbijsterd als mijn moeder het had over kinderen uit haar klas. Dat was trouwens in Hengelo, Twente, die niet terug waren gekomen. Daar begreep ik er niets van. En later begon ik me eigenlijk een beetje te ergeren aan het feit dat er 100.000 boeken zijn geschreven over operatie Market Garden. Ik dacht, alsof de oorlog was begonnen in september 1944. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Hè? Dat moet toch wel wat eerder zijn gebeurd. Daar wist ik genoeg van. En toen heb ik toevallig Nachama Meyer ontmoet, die woont in Amersfoort. En ja, van het een kwam het ander. En toen kwam dat boek. En dat boek gaat dus eigenlijk ja, over uw ouders, grootouders, familie in ieder geval. Enkele van u woonden al in die periode hier. En dat jullie er zijn, dat is ja, misschien iets te optimistisch van mij, maar is toch een soort triomf over Diepen. Een andere reden waarom er weinig over Arnhem, over dit onderwerp is geschreven, is omdat de helft van de Joden in Amsterdam wonen. En dus al die boeken over de Jodenvervolging, altijd is het maar Amsterdam. Dat was ook een reden. We zijn nu op de Nieuwstad. Volgens een van de mensen die ik voor mijn boek sprak, was het hier op zaterdagavond ontzettend druk en kon je over de hoogte van de mensen lopen. Joodse winkels, die waren natuurlijk wel gesloten, maar die waren dan weer op zondag open. Een van die winkels was van de zusters Salomons. Sofietje is tijdens de oorlog gewoon overleden, geloof ik. Maar de andere twee zusters, Jetje en... Ik kan nou even niet op de andere... Oh, dat vind ik niet goed. Hun zoon Simon was ondergedoken op verschillende plaatsen in Nederland. Bram, Nico en Nanny slaagden erin om naar Zwitserland te vluchten. In 1950 besloten Bram, Nico en Nanny en families naar Australië te emigreren. Ron, de zoon van Bram en Ali Natans, heeft 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Nico en Nanny Natans bleven kinderloos. Jules, de zoon van Nanny Natans en Paul Wijnhausen, hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Hun dochter Betty was kinderloos. Simon en Liesje Natans hebben 3 zonen, 12 kleinkinderen, 31 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen. Liesje en Simon bleven na de oorlog in Nederland en emigreerden ook in 1985 naar Israël om dichter bij hun kinderen te wonen. Vandaag aanwezigen uit Israël zijn Max, Lex en Bram en echtgenote Kitty, die ook uit Arnhem is, en 8 van hun kinderen. Het is onze plicht Elisabeth Natans van Duren op deze passende manier te herdenken en bedanken wij allen die deze plechtigheid hebben kunnen verwezenlijken. In het bijzonder Gunther Demmick, Hein Willem leraar, onze broer Max en onze neef Alex Menassen.
Zonder hun inzet had deze plechtigheid niet plaats kunnen vinden. Ik ga het thuis nog een 5 minuten. Ik ga nog een 3 minuten.